Telesuur bevestigt een interne fraudezaak van SRD 71 miljoen, die onmiddellijk is aangepakt in samenwerking met de relevante autoriteiten. Nadat het incident werd ontdekt, heeft Telesuur direct aangifte gedaan bij de politie en is een medewerker in verzekering gesteld. Het bedrijf heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen, waaronder de implementatie van aanvullende beveiligingsprotocollen. Er wordt momenteel een grondig onderzoek uitgevoerd om te bepalen of meerdere individuen bij de fraude betrokken zijn. Telesuur zet zich in om alle betrokkenen in beeld te brengen en de verloren middelen terug te vorderen. Het bedrijf blijft zich inzetten voor betrouwbare en veilige telecommunicatiediensten en waardeert het voortdurende vertrouwen en steun van haar klanten, terwijl het streeft naar de hoogste normen van integriteit en veiligheid.